Dames en heren, collega's en geïnteresseerden in directietechniek, van harte welkom bij de 11e aflevering van Nieuwsflits, ons online nieuwsbulletin, waarin we nieuws met jullie willen delen, ook in deze donkere tijden voor kerst. Ik wens jullie opnieuw veel kijkplezier. In deze aflevering kijken we terug op een succesvolle techniekdag met meer dan 50 deelnemende partijen. Nemen we een kijkje bij de eerste Technovium Connectiedag, waar meer dan 100 bedrijven aanwezig waren om meer te halen uit de relatie onderwijs en bedrijfsleven. Heten we de ondersteunende teams van ROC Nijmegen welkom na hun verhuizing op de Tarweweg. En zijn we aanwezig bij de jaarlijkse studiedag van het ROC op de campusbaan. Hartelijk welkom op de Techniekdag 2022 in Nijmegen, hier bij het mooie gebouw Technovium van ROC Nijmegen. Wij kunnen ons geen leven meer voorstellen zonder de techniek. Ik sta hier nu al te trillen van spanning, want het wordt weer een supermooie dag. En vandaag kun je hier rondlopen, alles beleven, ontdekken. En we weten het, omdat we dit al best wat jaren organiseren, dat er dus ook nu kinderen zijn die straks een opleiding kiezen, maar dan daarna ook bij deze prachtige bedrijven komen te werken. Dat is de reden waarom we hier staan. Wat iets moois is, dan is het techniek, dan is het middelbaar beroepsonderwijs, al die vakmensen die een ontzettend belangrijke rol hebben in onze maatschappij. Techniek is juist hetgene wat het leven een extra stimulans geeft. En we hopen eigenlijk dat we iedereen kunnen interesseren om ook een technische opleiding te gaan doen. Ik vond het super belangrijk dat er meer kinderen in de techniek instromen. En wij proberen ze hier te laten zien hoe veelzijdig techniek is. Wij als Junior Technovium zijn 5 dagen in de week geopend. Basisscholen komen hier om techniek te ontdekken. En voortgezet onderwijsleerlingen die komen hier zich oriënteren op wat zij leuk vinden aan techniek. En daar hebben we allerlei uitdagingen voor die ze hier bij ons komen doen. Dus leren samenwerken, ontdekken wat die ander doet en misschien zelf wel ontdekken dat wat die ander doet nog veel leuker is. En je kunt ook gewoon switchen. Dat is hartstikke mooi. Wij hebben ontzettend veel te bieden als ROC Nijmegen. Je hoeft niet bang te zijn als je er niet kiest dat je in een valkuil terechtkomt. Nee, je komt in een wondere wereld terecht met ontzettend veel mogelijkheden. Mijn naam is Rob Dinnissen. Ik werk bij Porterhuil in Velp, bij Graven. Vroeger hadden we altijd stagelopers van het ROC, of afstudeerde stagelopers, net welke jaar ze zaten. Maar ik ben ook het contact met het ROC een beetje kwijtgeraakt. Dus ik vond het een perfecte dag om weer eens een keer tot elkander te komen. En dat het ROC weet wat wij doen en wij weten wat het ROC doet. Ik ben zeker enthousiast over vandaag. Ja. Want het is twee kanten op weer voor jullie. Aanwas nieuwe studenten en voor ons aanwas nieuw personeel. Stage lopen, afstuderen, whatever. We hebben allemaal mensen nodig en waarom die het allemaal inslaan. Als dat kan. Ik ben Jan-Paul Kimmel, werkzaam bij NXP in Nijmegen. En mijn rol daar is om het belang van techniekonderwijs te stimuleren. We zijn hier samen omdat er een samenwerking besproken is tussen onderwijs en bedrijfsleven. Nou, wij zijn zeker een speler daarin. We zijn ook al actief met Junior Technovium. We hebben de afgelopen jaren ook al daarin het nodige met computational thinking in het basisonderwijs gedaan. Maar ook recent met de ROC gesprekken gehad. Hoe kunnen wij de uitdagingen in onze sector aanpakken? En dus is het logisch dat we hier zijn. Want ik denk dat er meer samenwerking nog nodig is en ook mogelijk is om dat te gaan bereiken. Ik denk dat dat gewoon een blijvend verhaal moet worden. Zeker als je bedenkt dat bedrijven en onderwijs
samen eigenlijk die taak gaan vervullen, wat we eigenlijk al wel willen doen, maar misschien nog niet optimaal kunnen. Ik heb vandaag meegedaan in een groep die zich richtte op het samenbrengen van de behoeften in een shared service center. Het is nog wel een ver gezicht, dus nog niet heel duidelijk hoe je dat met elkaar moet doen. Maar zeer duidelijk was wel dat de behoefte groot is. De wens om iets dergelijks op te gaan zetten ook zeker aanwezig is. En men wel beseft dat je daar dan middelen voor bij elkaar moet brengen, kennis moet willen delen. Het gaat erom dat we die taart groter gaan krijgen, zodat de punten voor iedereen ook groter is geworden. Dankjewel, tot de volgende keer. Verschillende ondersteunende teams zijn na de zomer verhuisd naar Tarweweg nummer 3. Natuurlijk werden ze welkom geheten op een nieuwe locatie. Om ons gebouw gereed te maken voor flexibel en uitdagend onderwijs in combinatie met leven lang ontwikkelen, worden de locaties grondig aangepakt. Normaal gesproken verbouwen we alleen tijdens de vakanties. Het zou dan jaren vergen om de noodzakelijke aanpassingen te doen en daar is niet voor gekozen. Door de verhuizing van ondersteunende team van A4 op de campusbaan naar de Tarweweg 3 verbouwen we zonder dat het onderwijs hier last van heeft. Als A4 verbouwd is, dan kan het onderwijs verhuizen naar deze verdieping en komt de volgende verdieping vrij. Zo gaat het proces de komende tijd door. Dames en heren, uw gewaardeerde applaus voor Remco Klaassen. Vanochtend stond ik bij de opening om iedereen welkom te heten, programmaboekje te geven. En toen zijn we eigenlijk volgens mij met honderden mensen naar de plaza gegaan. En toen zijn we in eerste instantie geïnspireerd door Remco. En wat mij daarvan is blijven hangen, dat hij vooral aangaf dat je moet werken vanuit je passie. En ik denk dat dat echt een hele belangrijke boodschap is, ook voor de mensen in het beroepsonderwijs. En eigenlijk heel voor de hand liggend, maar in je dagelijkse werk vergeet je het zomaar eens. Wij gaan vanmiddag met de directie Onderwijs en Organisatieontwikkeling samen een programma volgen, waarbij we ook een keynote speaker hebben die een inhoudelijk verhaal vertelt. En we steken wat tijd in een nadere kennismaking, want we zijn een vrij jonge directie waarin een aantal nieuwe teams bij elkaar zitten. Dus er is ook tijd voor een nadere kennismaking met elkaar. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze 11e aflevering van Nieuwsflits. Heb je nou zelf nieuws? Mail ons dan naar redactietv@roc-nijmegen.nl. En tenslotte wensen we jullie namens Technovium TV mooie kerstdagen en een fantastisch 2023.